5 juli is het zover. Dan komt de Tour de France door de regio. Roosendaal, een buurtgemeenschap tussen Oudewater en Haastrecht, krijgt het eerst te maken met de Tour de France. Het 90 inwoners tellende gemeenschap is wel redelijk voorbereid op de Tour de France. Zo ook deze bloedfanatieke wielrenner. Hier gaat het gebeuren, ja. Hier fiets je ook 3 keer per week? Ja, hier vertrek ik. Ja. Hier vertrek ik 3 keer in de week, ja. Is het nou een moeilijk parcours wat ze gaan afleggen? Nou, de weg is vrij breed. Je hebt af en toe vlugheuvels. Maar die renners zijn wel wat gewend. En ze moeten natuurlijk niet op het fietspad komen, want dat kan gevaarlijk zijn voor de toeschouwers. Hoe lang volgt u de Tour al? Ik denk ongeveer vanaf 1955. De tijd dat Wim van Est met zijn Pontiac in de ravijn lag. En zijn Pontiac die deed het nog. Dat hij de tranen in zijn ogen had. Het is heel mooi dat de Tour van het jaar langs de voordeur komt. Daar droom je van, hè? Je ziet zoveel jaren overal de Tour door allerlei Franse dorpen en Belgische dorpen. En overal komen ze langs. Maar dat ze langs je huis komen, dat is natuurlijk maar zeldzaam. U kunt hem bijna vanaf uw bank in de woonkamer zien. Het klopt. Als ik binnen zit, zie ik ze ook langskomen. Maar ik ga natuurlijk wel eventjes dichterbij staan. Hè. Dat is mooier.